Hoe onderscheid jij je van andere VA's? Ik krijg die vraag wel vaker. Hoe onderscheid ik mijzelf van anderen? En we denken vaak heel erg groot, maar eigenlijk begint het al heel erg klein, namelijk bij jezelf. Want jij als persoon, jij bent uniek. En niemand anders kan jou nadoen. Dus daarmee ga je jezelf al onderscheiden. Dat noemen we de personal branding. De personal branding gaat veel verder dan huisstijl. Het gaat echt over, oké, wie ben jij als persoon? Hoe gedraag jij je als persoon? En wat is jouw why? Waar doe jij het voor? Dus dat mag je in je hele branding naar voren laten komen. En daarna is het belangrijk dat je echt de sparringpartner wordt van jouw klant. Dus dat je echt de allerbeste waarde gaat geven. En dat je heel erg veel van betekenis bent, van grote betekenis bent voor jouw klanten. Als we kijken naar mijn klanten, zij doen de eerste opleiding, Start Succesvol als Virtueel Assistent. En daarna doen ze de opleiding tot VA Business Expert, waarbij ze echt de sparringspartner worden van hun klant, dat ze hun op topniveau helpen. Echt een high-end teamlid word je dan. Dan kun je echt over alle belangrijke facetten van het ondernemerschap mee gaan praten met je klanten. En daarnaast kun je jezelf heel goed gaan specialiseren in één ding. Want je hoeft geen manesje van alles te worden. Het is wel heel fijn als je van de hoed en de rand weet, maar je hoeft niet alles zelf te doen. Dus het volgende punt is, ga je jezelf specialiseren. En in het begin ga je nog heel veel doen wat je leuk vindt. Als ik ga kijken naar mijn verhaal, ik vond ook heel veel dingen leuk. Ik ben heel veel dingen gaan doen. En op een gegeven moment merkte ik steeds meer, oh, die kant vind ik echt leuk. Dus ga aan de slag, ga werken. Merk van, hé, waar gaat je hart sneller van kloppen? En ga je daar verder in specialiseren. Ga daar trainingen in volgen. En word de allerbeste op dat vlak, de specialist. Dan ben jij uniek. En als je dat hebt gedaan, ga je je woord verspreiden. Laat iedereen weten dat jij doet wat je doet. En dat je daar supergoed in bent. En dat zij bij jou moeten zijn, omdat jij de persoon bent die hun het beste gaat helpen. Maak daarbij verbinding. Als we gaan kijken naar marketing, is de marketing van nu, dat is de human-to-human marketing. Dat betekent van mens tot mens. Dus maak verbinding, connectie, het menselijke met je klant. Op social media, maar ook in gesprekken. Heel erg belangrijk, persoonlijk, betrokken. En dan blijf jezelf ontwikkelen, want de markt verandert supersnel. Als ik naar mezelf kijk, ik blijf mezelf trainen, ontwikkelen. Ik laat me coachen, begeleiden, altijd, omdat alles verandert. En ik train virtuele A-players, dat zijn de top in de VA-branche. En die hebben ook het allerbeste nodig. Maar jouw klant heeft ook het allerbeste nodig. Dus zorg ervoor dat je durft te investeren. Hè? En ga voor de allerbeste waarde. En steek je nek uit. Want stilstand is achteruitgang. Dus uit je comfortzone, ook al is het spannend, ik weet het, ik snap het. Maar doe het maar eens, steeds stapje voor stapje. En steek je nek uit. Laat jezelf zien, want jij bent uniek en jij bent heel mooi zoals je bent. Dus ik ben heel erg benieuwd wat je van deze video vond. En of dit je helpt om ook echt op te gaan vallen in de markt. Dus laat je reactie hieronder achter. Superleuk!